Het woord procent betekent letterlijk per 100. Omdat het woord procent betekent dat je het per 100 bekijkt, kan je zeggen dat als je gaat rekenen met procenten, dat je iets opdeelt in 100 gelijke stukjes. Vervolgens ga je kijken hoeveel van die 100 stukjes van belang zijn. Het is dus altijd een deel van 100. In het 100-veld naast me zijn 40 hokjes blauw gekleurd. Dat zijn dus 40 van de 100 hokjes. En dus 40%. Ook zijn er 25 hokjes rood gekleurd. Dat zijn dus 25 van de 100 hokjes. En dus 25%. Er zijn heel wat handige percentages die makkelijk te onthouden zijn. Een lijstje. 50%, dat is de helft, dus delen door 2. 25%, een kwart, dus delen door 4. 20%, 1 vijfde, dus delen door 5. 12,5%, een achtste, dus delen door 8. 10%, een tiende, dus delen door 10. Als je de handige percentages uit je hoofd leert, kan je snel een vraag als wat is 20% van 350 euro beantwoorden. Namelijk 350 gedeeld door 5 is 70 euro. In de volgende video's leg ik je uit hoe je percentages kan berekenen als je aantallen al weet en hoe je aantallen kunt berekenen als je percentages al weet. Want niet alle percentages zullen de handige percentages zijn. Ik hoop dat je volgende keer er weer bij bent om wiskunde met ons te leren. Dus ik zeg graag tot de volgende keer.